Gras is een natuurlijk voedingsmiddel voor paarden. Weidegang lijkt ideaal, maar in weiden waar giftige planten groeien, schuilt gevaar. Giftige planten kunnen ernstige schade veroorzaken aan de gezondheid. De meeste paarden laten ze staan omdat ze niet lekker zijn. Alleen als er te weinig te eten is of als giftige planten in hooi terechtkomen, bestaat het risico dat een paard er toch aan begint te eten. Van alle giftige planten en bomen zijn Jacobs kruiskruid en taxus de beruchtste. Jacobs kruiskruid groeit graag op stukgetrapte gedeelten in de wei. De bladeren vormen een typerende rosette, de stengel is paars en de bloemetjes zijn geel. De gifstoffen tasten de lever aan. De schade is permanent en neemt steeds meer toe. Taxus is een naaldboom met kleine rode besjes. De boom is zo giftig dat een paar happen al dodelijk zijn. Betrek je hooi of kuil van een erkend fourragebedrijf dat garandeert dat het vrij is van giftige planten. Pas op met ruw voer uit natuurgebieden waar veel Jacobs kruiskruid groeit. Voer nooit snoeiafval. Twijfel je over een partij ruw voer? Laat een monster onderzoeken in een gespecialiseerd laboratorium. Jacobs kruiskruid laat zich praktisch niet chemisch bestrijden. Het beste is om met handschoenen de plant, met wortel en al, uit de grond te trekken. Doe dit voor de bloei, zodat de zaadjes zich niet verspreiden. Niet op de mesthoop gooien, maar meteen afvoeren. Zorg dat er geen taxus groeit bij paardenweiden of paddocks. Is een paard mager, sloom en gaapt hij veel, dan kan er sprake zijn van levensschade door Jacobs kruiskruid. Een dierenarts kan deze diagnose met bloedonderzoek ondersteunen. Onverklaarbare verlammingsverschijnselen, ongecoördineerde bewegingen of koliekverschijnselen kunnen ook op een vergiftiging wijzen.